De Tesla, die kennen we natuurlijk inmiddels allemaal. Maar wat nou als ik je vertel dat er ook een hele mooie, strakke elektrische brommer is. En dat die gewoon uit Nederland komt. Ik ben hier vandaag in Doetinchem, bij Brekker. Hallo. Hey, hallo. Ik ben Gietje. Dag, Niels. Hoi. Wauw, wat heb je hier staan? Dit is een Brekker in wording. Een nieuwe elektrische brommer die we ontwikkelen. Wat gaaf zeg. En waarom staat deze hier nu precies? We zitten nu in de fase dat we prototypes en preproductiemodellen bouwen. We zijn nu de laatste modellen aan het bouwen om te kijken of alles wat we ontwikkeld hebben en uitgedacht hebben, of dat klopt en of dat goed is. Ja, want wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Nou, het idee dateert van 2017. Toen ben ik samen met Jasper gaan nadenken over het ontwikkelen van een nieuwe elektrische brommer. Mm-hmm. En in de zomer van 2018 hebben we het bedrijf opgericht. En in de herfst van 2018, nu anderhalf jaar geleden, toen zijn we gestart. Ja, en als je het dan hebt over gestart, ik zie er daar drie staan die helemaal in elkaar zitten. Ja. Zullen we daar eens heen lopen? Ja, is goed. Doen we. Want hier staat 01. Ja, dit is toen we in oktober 2018 zijn begonnen, hebben we deze als eerste gebouwd. We hebben nog niet geprobeerd om hem heel erg te laten lijken op wat het uiteindelijk moest worden, maar we wilden een gevoel hebben bij het model. Dus je ziet hier dat buizenframe lopen met de framebalk in het midden. Hoe zit je erop? Hoe is de geometrie? Al dat soort dingen wilden we voor het eerst testen. Ja. En bij het ontwikkelen is het belangrijk dat je eigenlijk ook snel iets gaat bouwen. Dus je kunt oneindig lang in die computer blijven tekenen en dingen bedenken en verbeteren. Maar of het echt goed werkt, daar kom je pas achter als je het ook gaat bouwen en proberen en testen. Ja, want deze zeg maar, toen jullie hem helemaal bedacht hadden, hoe lang duurde het toen voordat hij zo in elkaar zat? Nou, dit hebben we heel snel gebouwd, hè? Ook omdat we een hele hoop details hebben geen aandacht aan geschonken. Je ziet daar een ander prototype staan, dat is eigenlijk drie. Twee staat nu in een museum ergens in Nederland. Deze hebben we getest op geometrie en ligt op vormgeving. Prototype 2 hebben we heel erg gebruikt om de vering te kunnen testen. We hebben wat bijzondere vering op het achterwiel zitten. Ja. En deze hebben we gebouwd. Je ziet dat die er ook dunner uitziet voor het elektrische systeem. Dus hier zijn we gaan testen met accu, controller, die zie je daar nog voorop zitten. De motor, die zit in het achterwiel. En die wilden we heel licht bouwen, omdat deze qua gewicht in de buurt moest komen bij het eindproduct. Want hoe licht is die dan? Deze zijn ook van staal gebouwd. Ja. Die zijn te zwaar. Uiteindelijk werken we met een aluminium frame. Hij weegt met één batterij iets minder dan 80 kilo. Dus stel dat je een prototype bouwt van staal met dikke buizen en die weegt 110 kilo, krijg je natuurlijk geen goede feedback of dat klopt. Nee. Hey, en nog eventjes terug, hè, want we komen straks bij deze. Ziet er super mooi uit. Dat eerste idee, waar kwam dat vandaan? Of hoe is dit nou eigenlijk begonnen? Het begint altijd gewoon bij een wild idee, hè? Misschien herken je het zelf wel. Je zit gewoon een beetje achter je computer en kijkt wat over het internet heen. Of ergens word je getriggerd door iets. Mm-hmm. En ik zag eigenlijk een fiets waarvan ik vond dat die ook echt nieuw en oorspronkelijk was ontworpen met elektrisch als uitgangspunt. En toen dacht ik van, hey, verrik, weet je wel, al die brommers, die elektrische brommers of scooters, die zien er allemaal uit zoals een benzinebrommer of scooter. Ja. En dat klopt niet. Elektrisch is anders. En dat heb ik tegen een vriend van me aangehangen, die ook veel verstand heeft van het ontwikkelen van dit soort producten. En die verklaarde me eerst ook voor gek van, een nieuwe brommer ontwikkelen, dat is hartstikke duur en je moet een merk hebben, dit en dat. Maar toch vond hij het interessant genoeg om erover door te gaan. Dus zo begint het. Hè. Je gaat dan denken van, is dat een goed idee? Hoe moet er dat dan uitzien? Hoe is die markt eruit? Dus zo zijn we eigenlijk langzaamaan doorgehobbeld tot waar we nu zijn. Ja, en dit zijn dan prototype 1 en 2. Maar hier zitten volgens mij heel veel stapjes tussen, toch? Ja, als je begint, dan heb je hem totaal niet af. En als je dan denkt, ik ga pas beginnen als ik precies weet hoe het moet, dan ga je nooit beginnen. Mm. En als je begint met het idee dat het kan en dat het klopt en dat je het gevoel hebt dat je alle problemen die je tegen gaat komen kunt oplossen,
En dan moet je gewoon starten en dan de problemen één voor één gaan oplossen die je tegenkomt tijdens het ontwikkelproces. Ja, en als je het hebt over dat ontwikkelproces, je zei net ook al de computer. Kan je me iets laten zien? Ja, we kunnen daar wel eventjes naar de computer lopen. We werken hier in SolidWorks waar we de producten in ontwikkelen. Daar kun je al heel veel dingen in toetsen en testen. En uiteindelijk moet je dan dit gaan doen om het in de praktijk te ondervinden. Ik wil het wel zien. Gaan we even kijken. Ik loop met je mee. Waar gaan we naartoe? Ja, nou, dan lopen we even daar naartoe, waar de computer staan. Oh, kijk eens. Hallo. Hoi. Wat doe jij hier precies in de computer? Ik ben eigenlijk de hele bron erin 3D aan het zetten. En kijken of alles past, alle componenten. En ook het ontwerpen optimaliseren. En wat is nou het moeilijkste waar je dan tegenaan loopt? Nou, ik denk dat we wel 1000 probleempjes hebben opgelost. Ivo is onze ontwerper. En doet dat samen met Daniel. En Daniel is onze engineer. En die zorgt er ook nog voor dat we het uiteindelijk werkend krijgen en in serie kunnen maken. Ivo heeft er al heel veel verstand van. Maar we hebben nog een extra kracht die ervoor zorgt dat we het later ook kunnen produceren. Ja. Hij zit hier in de computer. Maar ik zag hem daar ook hangen. Ja, daar zie je de eerste schetsen. Ik kan je wel even uitleggen hoe we gekomen zijn van die eerste schetsen tot hier. En dan zie je ook echt dat we andere keuzes hebben gemaakt. Leuk! Ja? Ja. Nou, hier zie je een aantal oplossingen die we bedacht hebben. Waar moet de accu komen? Hoe ziet het frame er dan uit? Dit zijn echt de eerste schetsen. Mm-hmm. Dit is eigenlijk wel een beetje hoe we begonnen zijn in de herfst van 2018. Dus je ziet het model in grote lijnen staan, je ziet waar de accu zit, je ziet het frame. De vering is nog anders. Nou, over de vering gesproken. Hier zie je een aantal oplossingen die we bedacht hebben om het achterwiel geveerd te krijgen. Dat zit hieronder, dat zit hier. Dat loopt gelijk met het frame in deze situatie. Dus dit zijn allemaal processen along the way om het product te kunnen afmaken en goed te krijgen. Hé, hey, en jullie hebben nu een model staan, heb ik gehoord, waar gewoon een stukje op gereden kan worden. Zeker, ja, absoluut. Mag ik dat doen? Ja, durf je het? Dat is vraag 2. Laten we eerst gewoon eens gaan kijken, oké? Okay? Dan ga ik daarna kijken of ik het durf. Ik vind hem supermooi. Waarom heet hij eigenlijk Brekker? Dat is waar ook. Nou, Brekker is een Achterhoeks merk. En Brekker is hier een werkwoord. En dat betekent zoveel eigenlijk als een beetje klootviolen of moltrappen. Mm. Biertje drinken, een beetje sleutel aan brommers, proberen een meisje te versieren. De goede dingen van het leven. Ja. Dus als ze tegen een jong gastje zeggen van nou, dat wordt later een Brekker, nou, dan weet je in ieder geval dat die genoeg lol gaat hebben. Oh, wat gaaf! Dus dit is een apparaat waarvan je eigenlijk zegt, dit is gewoon fun. Het is leuk, het is fijn, het is tof. Ja, dat is het. Oké. Okay. Wil je een stukje rijden? Ik wil een stukje rijden. Is dit het enige prototype? Nee, we hebben er meer. Oké, je hebt er meer. Dus het is niet zo. Maar het is wel handig als je hem niet in elkaar rijdt. Als ik hem niet in elkaar rijd. Nee, dat sowieso. Dat boven alles. Maar niet dat als ik deze, dat je dan soort van niks meer hebt. En dat je dan... Nee. Maar goed, daar ga ik ook niet vanuit. Ja. Ja. Zeg het eens. Oké, het makkelijkste is gewoon in het begin recht vooruit. Rechtdoor. Daar heb je een grote bocht. En dan kijk je gewoon naar prachtige bomen waar ik heel hard tegenaan kan. Nee, ik ben hier nu een beetje over aan het grappen. Maar het is, ja, weet je, het is gewoon zo mooi. Gloednieuw apparaat waar ik nog nooit op heb gezeten en ik rijd nooit op een brommer of een scooter. Nee. Dus dat maakt, zeg maar, die twee dingen samen maakt een beetje spannend. Maar ik heb gehoord dat die simpel is, toch? Dat die in principe voor iedereen kan. Ja, het is makkelijk rijden. Ja. Dus dan is het waarschijnlijk ook voor mij. Ik ga het gewoon niet te wil doen. Ja, nou, succes. Heb jij er vertrouwen in? Ik heb er alle vertrouwen in. Dat is fijn. Ja, iets meer gas. Doe maar. Ik zei het al, iedereen kan erop rijden, toch? Hij remt ook al heel hard op de motor. Op de motor zelf, als ik gewoon stop met gassen. Wow, die vering is nice. Ja, hè? Lekker. Ik ga eens kijken of ik een klein stukje verder kan.
Goed hè? Super cool. Hey, wanneer kan die nou de weg op? We starten in mei met de productie van de brekker. En dan verwachten we dat eind mei, begin juni, de eerste brekkers in het wild gaan tegenkomen. In het wild. Oh, dat vind ik wel heel mooi gezegd. En nou ja, dit is misschien wel niet klaar. Maar heb je nog wilde plannen voor hierna? Jawel, we hebben nu 100% focus op de brommer. Die moet natuurlijk af en dat moet goed. Maar we hebben wel de ambitie om ook een mooie lichte motor te maken. Dus als dit goed loopt, dan komt er in dezelfde smaak ook een motor. Wanneer kan ik die komen testen? Dat gaat denk ik nog wel 2 jaar duren. Oh, dat vind ik niet eens heel lang. Nee, hè? Nee. Valt best mee. Ja, tof. Als je dit nou ook een leuke video vond, geef hem dan zeker even een duimpje omhoog hier beneden. En als je nog vragen hebt, dan kan je die natuurlijk stellen in de comments. Vergeet vooral ook niet om je even te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga nog even een stukje rijden, mag dat? Helemaal goed. Tof. Tot de volgende keer. Tot ziens.